Hallo, welkom. Leuk dat je kijkt. Ik heb weer een aantal nieuwe filmpjes opgenomen met tips over het publiek. Ja, het publiek is heel belangrijk en veel mensen vinden het soms lastig om voor het publiek te staan. Dat hoeft het helemaal niet te zijn. Dus ik ga je een paar tips geven waardoor jij je hopelijk meer op je gemak voelt als jij voor het publiek staat. Als je deze tips volgt, als je hieraan denkt, zal het een stuk makkelijker worden om je verhaal te vertellen aan een groter publiek. Veel plezier, veel succes met de tips. Hier is tip nummer 3. Jij weet meer dan je publiek. Je weet altijd meer dan je publiek, want hetgene wat jij hun wil vertellen, daar heb jij je op gefocust. Daar heb jij je in ingelezen, dat is jouw expertise. Jij weet precies wat je wilt vertellen en je hebt er de kennis van. Dus je weet altijd meer dan je publiek. Je hoeft niet bang te zijn dat ze vragen gaan stellen die je niet weet, omdat jij gewoon ontzettend veel van het onderwerp af weet en daar juist over wil vertellen. Nou, de mensen die luisteren dan, hebben ze toch vragen? Dan is dat alleen maar leuk. Want je zult zien dat jij er antwoord op kan geven. Juist omdat jij zo'n uitgebreide kennis hebt daarover. En mocht het zo zijn dat je niet alles weet en dat ze een hele ingewikkelde vraag stellen, dan zeg je gewoon, ik weet dat nu even niet. Daar moet ik je het antwoord op schuldig blijven. Maar ik zoek het voor je op en ik kom erop terug. En dat is helemaal leuk. Want dan hebben ze naar je geluisterd, ze hebben meer informatie en juist dat ene stukje wat zij willen weten, daar ga je nog contact met ze over opnemen. Zijn ze helemaal happy. Zo, en als je nu denkt, goh, dat is interessant, ja, ik wil er wel meer van weten. Ik wil eigenlijk iets vertellen, ik heb een verhaal, ik heb een lezing, ik heb een idee over iets wat ik wil doen, maar in mijn eentje vind ik het een beetje lastig. Nou, mail me dan naar dit e-mailadres info@gebarenrijk.nl en ik mail jou terug en we kunnen eens kijken wat ik voor jou kan betekenen. Kan ik je misschien helpen met iets of kan ik je tips geven? Kan ik je begeleiden met de stappen van het verhaal naar de presentatie, naar hoe presenteer ik met lichaamshouding, mimiek, stem en doeltreffende gebaren? Ja. Ik hoop dat je daar iets aan hebt, dat je contact opneemt als je denkt, lijkt me leuk, daar wil ik iets in doen. Tot ziens!